ben Dirk van de Newbie Gaming. En ik ga... Ja. Maar ik ga Amnesia the Dark Descent spelen. What have I done? This is crazy. Ik heb al een deel van de gameplay gezien. En ze zeggen dat het echt een heel eng spel is. My name is... What? I am Daniel. Stomme ridder. Nou, dat was denk ik de intro. Oh, ja, ik. Oeh, roos! Roosblaadjes! Roosblaadjes! Jongens, we hebben een lek. We hebben een lek. Ligt hier ergens een emmer? Oh, fuck. Oh ja, Quentin zit naast mij. Yo. What the fuck? Waar is toe? Cannibal! Yeah. Woehoe! Ray party! Yeah! Oké, ik denk dat we heel erg veel gaan teabaggen. Oké, ik denk dat we hier naartoe moeten. Maar dan heb je de redders weer, waar ik net zo van schrok. Nee. Wat op! Oh. Godverdomme. Ik ben ook al een watje, dus... Beetje. Wat de... Hey, Tinderbox! Kun je niet waar ze voor zijn, maar... Tuurlijk niet. Daarom kijk je ook de hele dag door de boy. Ja. Nou ja, jongens, ik doe maar alsof ik de spel helemaal niet weet van jullie. Want ik weet echt wel waar Tinderboxes voor zijn. En ik weet wel dat deze deur open ging. Maar ik vond... Ik hield het gewoon lekker... Ik moet heel even storen. Ik heb nog één mededeling. Ik mis een streepje. U bent ander. Copyright, die zeggen. Oh, look at this picture. Yes, it's beautiful. Oké. Woe. Hey, Nanda. Nanda de koe. Oh, daar heb je die kutrennen weer, hè? Jee. Jee. I don't trust you. What the... Oh. Is het eng? Nee, ik hoorde voetstappen, dus ik wist niet wat dat was. Maar, oh, kut. Ik haat dit. Yo, ja, daar, hier vallen we dadelijk weer neer. Amnesia. Amnesia. Ik kan rennen, hè? Ja, ik weet het. Ja! Weet je het zo. Alleen, ik heb de demo gespeeld. Bij een paar vrienden van mij. En dat was echt heel gaaf. Alhoewel. Wie zou die vrienden toch zijn? Ik ken ze ook helemaal niet, hè? Doei! Ik woon geen straat van ze of zo. Nee. Oh, fuck. Sukkel. Wat zit hierin? Helemaal niks. Ja, bij de demo lag hier zo'n tafel met de lantaarn. Oh, hier kom je dadelijk bij iets anders. Nee. Hé, dit is eigenlijk best wel... Ja, nou wordt het heel eng, zie je? Mama. Stand in the dark. Nou, ik denk dat de karakter het heel eng vindt, maar... Ga rennen! Dat is niet harder dan gewoon lopen, vriend. Echt niet? Nee. Waarom doe ik dat? Steen. Omdat het begin heel erg snel gaat.
Oh ja, voor degenen die niet weten wat PewDiePie is. PewDiePie is een gast die, waar ik heel vaak kijk op YouTube. Hij is zo gaaf. Niet alleen jij. Ja, ik vind het ook. Ja, hij is gewoon heel gaaf. Hij speelt het spel ook en nog een paar andere spellen, heel eng. En hij schrikt zich nog meer kapot dan mij, dus... Cry of Rage. Ja, ik denk dat ik wel een paar dingen uit deze amnesia hetzelfde ga doen als PewDiePie. Hij haat... Eeuw! Oh. Maar hij haat... Ja. Hij haat ook van die... Ridders. Ja, van die ridders. Van die ridderstandbeelden. Oh ja, dit noemt hij Jennifer. Jennifer de Steen. Zij is veel te dik, zegt hij. Hier ligt toch ergens de lantaarn. Yeah! Oh, juppie, vanaf nu kunnen we rennen. Echt? Ja, volgens mij wel. Ik zoek naar Stefano. Nou ja. Deze dozen kan je ook openmaken. Jee, tinderbox. Ja, ik weet wel ongeveer hoe het spel moet. Ik weet niet precies waar alles ligt en zo. Oké. Hallo, master. Oh ja, er zit hier, in dit spel zitten echt een paar heel enge monsters. Alleen in het begin zie je ze nog niet echt. Oh nee, dat komt dadelijk wel. Ja, dat komt dadelijk wel. In het begin kregen ze hem niet echt, maar serieus, later in het spel schrik je je kapot. Als je lekker in de kelder zit, je schrikt. Dus ik denk eigenlijk niet dat ik me zo lekker in mijn vel voel nu. Als je dadelijk in de kelder zit, dan schrik je je kapot. Oké, ik denk dat het spel wil dat... 19th of August, 1839. I wish I could ask. Don't be afraid, Daniel. Als jullie weer dit willen lezen, moeten jullie gewoon even stoppen, zeg maar. Wat een drukke. Want ik ga niet echt het hele verhaal volgen. Hendel! Oh, wacht. Stefano? Nee. Oké. Jij gaat met mij mee. Wat dat doen? Wat doen? Oh, meneer, jij blijft hier. Jij gaat met mij mee. Nee. God. Ik zie je de volgende keer. Ja, nou. Saai verhaal. Ik vind het best leuk. Oh nee, dit is echt het saaiste deel van het hele spel. Hier moet je echt heel veel puzzels doen en zo. Maar ja, het is een heel erg spel en puzzels horen echt bij. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. Oké, voor de mensen die niet weten wat Brandenburg is. Brandenburg is zeg maar het kasteel zelf. Oh, en deze moet je niet aanraken, want dan komt er vies spul. Kijk maar. Het lijkt een beetje op de maandelijkse behoefte van een vrouw, maar we gaan verder niet op in. Wat Dit is... Nu ga je alle kleuren van de regenboog schijten dadelijk. Oh, dat weet ik. Dat is een eng stuk, jongen. Victoria. Oh, een lila borretorren. Dat is echt zo'n stijl deel. Moet je echt alleen maar puzzels doen. Ik haat dit stuk, serieus. Oh,
op het begin is meer puzzels dan enge schijten op de regio. Oh nee, wacht even. Hey, yeah. Meister. Whip. Ik weet niet of jullie dadelijk doodschrik of zo, maar ja, ik in ieder geval wel. Hoe beweeg je die dingen ook alweer? Als je met Zef. Zef? Echt? Hoe met de C volgens mij? Mr. Cher! Dit is Mr. Cher. Nou, hij wordt niet wakker. We gaan verder. Hier zit een monster. Wat monster? Ja, dit noemen we het matenmonster. Hij is onzichtbaar. En echt heel kloten. Eens kijken. De lekker. Ja, bedankt. Kent dat? De staai. Ik word net een tinderbok. Tinderbox. There should be more coop rack. Of toen ik dit voor het eerste spel vond, dit wel eindig spel. Wat? Toen ik dit spel voor het eerste spel vond, dit is toch een fucking eindig spel. Ja? And one part aquafortis. Yes. Okay, dus we moeten die aquafortis en al die shit gaan halen. Wat zei je daar in één keer? Oh nee. Oh nee, I'm ready again. Nou ja, als jullie het deel willen lezen, zet het gewoon op pauze. Hey, chemistry pot. Yeah, hello. Hallo! Ah! Ga met mij mee. Hey. Dit is onze nieuwe vriend. Hallo! Hallo, everybody! Oh, je hebt de lantern! We got the lantern! Wat je al heel lang, man. Ja, weet ik. Ja, dit is tap. Hier zie je ons hart. Ik zal maar even olie bij doen. Zo, olie erbij gedaan. Reloading! Hallo? Oké. Dus nu gaan we zoeken naar die chemiepotjes. Die zitten denk ik ergens anders. Volgens mij in de... Die zitten... Mijnkelders. Huh? Mijn... Oh nee, mijn kelders. Winecellers. Nee. Ja, we hebben nog geen sleutel gevonden. Ik denk dat het monster iets heel erg vies aan het doen is. Kijk, want die gaat nu even de glitch laten zien. Ik krijg. Ik heb iets nodig waar ik op kan staan, weet je. Hamdoal. Ja, kan je dan met zo'n. Met een barrel of zo?